Sinds de coronapandemie trekken steeds meer mensen de natuur in. Vaak doen ze dat met hun trouwe viervoeter en nog vaker loopt die ook gewoon los. Loslopende honden hebben een grote impact op de natuur. Jagers en natuurorganisaties trekken daarom samen aan de alarmbel. Het is moeilijk om dat aan de mensen uit te leggen. Want mijn hondje, lief hondje, en die doet niks. Ja, dat hoeft ook niet. Van het feit dat die er is, kan al voldoende zijn om bepaalde dieren op vlucht te zetten. Het probleem van loslopende honden stelt zich vooral nu er in de natuur heel veel jonge dieren worden geboren. Maar het beperkt zich niet enkel tot het voorjaar. In het voorjaar heb je het extra risico dat jonge dieren verstoord worden. Dan denk ik aan haasjes, aan reeën, aan grondbroedende vogels waar die nesten echt verstoord worden of de jongen gepakt of verstoord. Maar bijvoorbeeld in de winter is een verstoring ook heel erg, omdat wilde dieren moeten overleven in de winter van wat ze kunnen vinden. Heel vaak leggen ze in de herfst een reservevoorraad aan vet aan. Dat wordt in de winter aangesproken en iedere inspanning die zij extra moeten doen, die verhoogt het risico dat ze de winter niet overleven. Wat mag er nu precies? Zijn er plaatsen in Vlaanderen waar je wel je hond kan loslaten? En wat dan met jachthonden, die vaak wel los mogen? Dat ontdek je vanaf 9 mei in Jacht op Plattelands TV.